Anderzijds komen we een paar keer in de problemen toch op onze rechterkant. Ja, om te beginnen, Gillet, de debutant, die kwam in de problemen daar op rechts, hè, volgens jou? Ja, ik vind dat het niet gemakkelijk is om Gillet. Eigenlijk in principe moet je altijd twee diagonalen hebben om uit te verdedigen. Nu leidt die jongen balverlies. En ja, kunnen die Finnen daar wel ja, proberen iets van te maken. Goeie shot en Steinen die, ja, die in de korte hoek toch wel goed pakt. Maar het is belangrijk dat Gillet, die van mij niet slecht speelt, maar een goede aanspeelpunten krijgt. Dit is een vrijschop van Compagnie wat afgeweken en die gevaarlijker lijkt dan misschien het wel het was. Ja, het was een van de enige kansen voor de Duivels in het begin van die wedstrijd. Ja. Van Scholen met een vrije trap. Ja, de vrijschop waar de Compagnie aan de eerste zone duel verliest, de bal wordt verlengd. En blijkbaar ja, buitenspel op camera. Ja, het is een Finn die de bal eerst raakt, waardoor het dan... Ja. Oké, okay, dan is het terecht buitenspel. Toch buitenspel zou zijn. Pia legt die bal binnen, maar telt dus niet. Hier zien we nog eens die vrije trap. En hier zie je het goed dat de nummer 5, ja. Tienen, die bal eigenlijk eerst raakt. Maar inderdaad, het blijft gevaarlijk. Ze zijn sterk op die standaard situaties waar ze heel veel gestalte hebben. En we zullen ook moeten opletten in de tweede helft, vooral op die tweede bal ook. Is een betere aanval. Over links. En dan maar dat we de tweede bal kunnen pakken en dat Simons, we hebben niet veel tweede ballen gewonnen aan de 16, omdat de Finnen daar ook een goede bezetting hebben. Ja, dan een aanval waarin Haroun een hoofdrol gaat spelen. Ja, dit vind ik de beste actie waar dat Mirallas goed uitvalt. Je ziet Mirallas krijgt nu de bal, krijgt hem ook goed. Dit is ook een Dufour actie. Die gezicht naar doel, hij staat goed ingedraaid. Posities voor doel zijn goed en ja, Haroun kon daar gescoord hebben. En ja, kun je hem weinig kwalijk nemen. Ik bedoel, goede opening en vooral Mirallas die goed ingedraaid staat. Goede centrum. Ja, hij raakt hem niet echt lekker vol. Daardoor missen we eigenlijk een beetje Dufour vandaag. Die op die rechterkant beter kan uitvallen en Mirallas beter centraal kan krijgen. En dit is een... Terecht doelpunt. Ja, ik denk dat het een helder doelpunt en ik denk dat de Finnen hier kunnen wel wat over discussiëren, denk ik. Ja, Moody Gaye speelt eigenlijk gewoon met de tip terug. We komen daar wel goed weg, net voor de rust. Het zou een domper geweest zijn. Nou, maar die Finnen is toch ook niet echt een super elftal. Het is geen zwierig team eigenlijk. Hè? Nee, maar die Scandinaviërs zijn daarvoor gekend organisatie. Proberen op een counter. Als we even de fases bekijken, Frankie. Mirallas die kreeg in het begin van die tweede helft een schietkans. Goede aanval. Ja, een dieptepas van Lombards. Eindelijk zijn anders merk. Ik vind dat we Lombards veel meer moeten oplossingen bieden wanneer dat hij de lange bal heeft. Lombards is een man van niet van de combinatie, maar van de lange bal. En daar goed doorzetten in de box en Mirallas die een mogelijkheid krijgt. Ja. Hier goed doorjagen van Dembélé op de centrale verdediger. En ja, hij komt net te laat en of om een actie te maken naar doel en of om hem eventueel breed te leggen. Die keeper was uiteraard goed meegevolgd hier. Ja. Dan een rare terugspeelbal. Ja, dan zie je dat de Finnen in het tweede gedeelte van de tweede helft meer gaan overschakelen naar de lange bal in de rug van buiten en Compagnie. En goed, ja, dan die fout beoordelingsfout van Steinen. En dan de goede duel van Compagnie tegenover Tihinen. Maar toch wat rommelig erachter. Ja, zeer rommelig. Dan een goede vrijschop van Sonck, die uiteraard na het doelpunt dat hij gemaakt heeft tegen Brussel daarin vertrouwen heeft. En de keeper die wel goed op zijn rechterkant naar... naar beneden gaat. Ja, ziet er pas laat komen en ligt dan toch goed inderdaad. In die hoek. Opnieuw een lange bal en ik vind dat hier de spits van Finland heel goed wegtrekt in de rug van Compagnie. Heel moeilijk te verdedigen ook voor Gillet. Ja, die Schöle laat wel de zegen liggen hier eigenlijk. Ja, hij doet dat wel heel goed, maar opnieuw afgevlacht. Ja. Die scheidsrechter is er ook wel over te doen geweest. Ik vind dat die Cyprioten hier niet met de beste punten naar huis gaan. Ja, en dan hier heel op het einde. Nog eens, Finland, dat was Sjölund even in beeld. Ja, dat was het, dat was die actie. En inderdaad, geen buitenspel. Nee, ze hebben heel veel...